scootje Ray. We zijn bezig met het klaarmaken van het scootje voor de grote strijd. Om het schip in een zo goed mogelijke conditie te krijgen voor de wedstrijd, wordt het vlak ingesmeerd met grafiet. De start van het schoetsjeshielen vindt telken jaren plaats in Grouw. In de bierhallen houdt men op de vooravond de traditionele aangifte, waar schippers en bemanningsleden onder het genot van een piltje of iets dergelijks hun kansen gaan bespreken en het wel en wee van het afgelopen jaar aan elkaar uitwisselen. Daarna volgt de loting voor de eerste wedstrijden en na afloop brengt de voorzitter een toast uit op schipper, bemanningsleden en hun vrouwen en spreekt de hoop uit dat de verschillende wedstrijden, 10 in getal, een gunstig verloop zullen mogen hebben. Dit scootjeshielen is ontstaan toen men nog alom de beurt- en vrachtschepen in de vaart had. Om economische redenen hebben deze beurt- en vrachtschepen geen emplooi meer kunnen vinden, maar om deze schepen toch voor het nageslacht te bewaren, zijn er een aantal particuliere schippers en commissies toe overgegaan ze aan te kopen en ze ieder jaar in een aantal wedstrijden in Frieslands waterrijke dreven te laten zeilen in wedstrijdverband. De wedstrijdsport in organiserend verband is begonnen in 1926. Voor het congres der notarissen werd destijds in Grouw een wedstrijd georganiseerd en wel een onderlinge wedstrijd. Aldra volgden meerdere plaatsen die hun zeilwedstrijden voor deze schepen gingen uitschrijven. Wij noemen u onder andere Sneek, Workum, de Vluizen, Langweer en Lemmer. In de dertiger jaren ging de animo voor de schippers belangrijk tanen doordat men er geen exploitatiemogelijkheid meer in zag. In een der laatste wedstrijden voor de Tweede Wereldoorlog verschenen er in Grouw een viertal schepen aan de start. Dit was een teken aan de wand. Men was algemeen van oordeel dat het met de wedstrijden van beurt- en vrachtschepen was afgelopen. Helaas, men had buiten de waard gerekend. Want toen men in 1947 de wedstrijden weer ging organiseren, verschenen er aan de start 22 schepen, zodat men in 2 wedstrijden moest laten zeilen. Wederom sloeg het noodlot toe. Om al eerder genoemde economische redenen waren de schepen niet meer exploiteerbaar en door de voortdurende mechanisatie verdwenen zeilen der schepen en voor zover het mogelijk was schaften de eigenaren opdrukkers aan. Het laat zich raden dat daardoor de tuigage der schepen in discrediet raakte. Gelukkig ging men hierna over tot het instellen van een centrale scootjeshielerscommissie, de SKS genoemd, welke coördinerend ging optreden voor het organiseren van wedstrijden.
Vanuit het hele land trekken iedere zomer opnieuw duizenden mensen naar de Friese meren om te genieten van het jaarlijkse Skoetsersiele. Allemaal worden ze een week lang geboeid door dit machtige zeilfestijn. Het feest begint met het optuigen van de op het oog logge schepen. Het enorme zeil maakt echter een geweldige snelheid mogelijk. De gezonde rivaliteit tussen de schippers geeft de wedstrijd de nodige spanning. Ja, Lawson. Hoi. Ik hoor gewoon die vrouw geen woord van. Daar is die, Meulers. Daar is die. Bietje is hier, hè? Bietje is hier. Zet er dan. Dan kan ik mijn liedjes slagen, hoor. Nou, weet die vrouw, man. Ja, toch. Weet die vrouw. Nog meer partij, er al geen niks aan. We hebben niks tegen, jongens. Door dat even de kop zit, dat jij de foot net gewaaid, daar ben ik het bang voor. Met meer lukken.